Welkom allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag even een unboxing doen van Marvel Champions The Rise of the Red Skull Expansion. Eerste expansion van Marvel Champions, de card game. Wat gaan we allemaal krijgen? We krijgen 2 nieuwe heroes en 5 nieuwe villains. Even openmaken. We krijgen ook hier een mooie nieuwe campaign guide. Met daarin een paar nieuwe keywords. De scenario's die we gaan bespelen. En je log die je bij kan houden voor je campaign. Deze valt ook wel uit te printen via de website van Fantasy Flight. We krijgen een aantal kaarten. 2 nieuwe heroes en 5 villains zoals ik eerder zei. Zoals voor jullie even uitpakken. Om te beginnen krijgen we Spider-Woman. De bijbehorende Spider-Woman cards. Wat aggression cards. Justice cards. De Obligation en de Nemesis. Vervolgens krijgen we Hawkeye. En leadership cards.
Wat neutral cards. Een obligation. En zijn nemesis deck. Dat zijn de twee heroes die we erbij krijgen. Dan gaan we nu over naar de villains. We beginnen met de eerste villain, Crossbones. Deze klom met een klein pakje van Experimental Weapons. Dan krijgen we Absorbing Man. Als derde krijgen we de Taskmaster.
Wij krijgen Zola. En als laatst krijgen we de Red Skull. En als laatst krijgen we nog een paar aanvullende encounter sets, zoals de Hydra Assault. We krijgen de Weapon Master. Vervolgens krijgen we de Hydra Patrol. We krijgen de Hydra Campaign. En als laatst krijgen we nog een Encounter Campaign Set. Die komt in 4 parts, 4 sets van 4 kaarten. Ze lijken allemaal erg veel op elkaar. Nog geen idee wat ze inhouden. Dat gaan we in de toekomst wel meemaken als we ze gaan spelen.
En dat maakt dan de Marvel Champions The Card Game Rise of the Red Skull Expansion compleet. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Tot de volgende keer. En ik zal voor de volgende keer proberen een playthrough te gaan starten. Ik hoop dat jullie er dan ook weer bij zijn. Tot dan!